Indien de giftige stoffen waarmee het water in het Brokopondo-gebied is vervuild er nog liggen, moeten deze gauw uit het gebied worden gehaald, zegt levensmiddelentechnoloog Ricky Stuttgart in gesprek met onze redactie. De wetenschapper benadrukt dat de huidige situatie wordt onderschat, terwijl er sprake is van een bijzonder groot probleem. Ik vind, persoonlijk vind ik dus dat dat gebied tot rampgebied moest zijn verklaard. Een van de voorwaarden die ik vind dat er zo meteen zou moeten ook gebeuren, de overheid zou in elk geval drinkwater voor de mensen moeten brengen. Ik heb gehoord de minister zeggen, hij gaat een ministeriële commissie samenstellen en over 2 weken komen ze terug. Over 2 weken zijn 3 kwart van die mensen dood. Een andere ding is dat er testen moeten worden gedaan om al die burgers daar te onderzoeken op het kwikgehalte en het cyanidegehalte in hun lichaam, dus in hun haren, in hun urine en in bloed. Om te kijken van hoe hoog het is, want je hebt namelijk ook in dit geval heb je een limiet, een grenswaarde. En wanneer het bij wijze van spreken hoger is dan zo'n grenswaarde, ga je hebben dus dat er ziekteaandoeningen gaan plaatsvinden. Ik heb die acties niet gezien. En dat vind ik wel een kwalijke zaak. De samenleving moet gaan begrijpen dat het vervuilde water vanuit Brokopondo stroomt naar Paramaribo. Dit gaat maken dat een ieder op de een of andere manier geconfronteerd zal raken met de gevolgen van de water- en grondvervuiling. De wetenschapper schetst de ernst van de situatie middels een voorbeeld van verwerking van cyanide bevattende gewassen. Daarom adviseer ik ook dat wanneer je cassava aan het koken bent, je borak saba, in een potje nog of smeri. Want je ademt als cyanide in en je van een bram in een vacuüm. Omdat er cyanide daarin zit. En we weten toch dus dat we eten toch geen betere cassava. Waarom eten we geen betere cassava? Omdat die cyanide gehalte te hoog is. Wat moeten die mensen doen? Ze moeten het eerst fermenteren. De maar raspering, de maar persing, pura sap uiting. En dan laten ze het een paar dagen fermenteren om alle cyanide dat erin is eruit te halen. Daar zit het eenvoudige bewijs die wij allemaal kennen dat cyanide gevaarlijk is. Wat veroorzaakt het? Het veroorzaakt bij wijze van spreken dus een hersenschade. Het veroorzaakt hartstilstand. Je gaat bijvoorbeeld ineens problemen krijgen met hart- en ademhalingsstoornissen. En als je grote hoeveelheden krijgt, kan je zeggen dat binnen 5 minuten ben je dood. Binnen een paar seconden begin je al duizelig te voelen. Cyanide is volgens Stuttgart een bijzonder gevaarlijke stof waarmee er rekening gehouden moet worden. Ook de aanwezigheid van calciumoxide, dat onderschept is nabij het meer, moet volgens de levensmiddelentechnoloog een duidelijk teken zijn dat er meer ongezonde zaken spelen in het gebied.